gloednieuwe video. Vandaag spelen we Natural Disaster in Roblox en we zijn in de high school. In de middelbare school. Oh, we gaan naar boven natuurlijk. En we hebben natuurlijk een disaster vandaag, dus we moeten hopen dat we het overleven. En wat is het disaster van vandaag? Dat is alleen nog de vraag. Vergeet niet te liken, te abonneren en zeker geen leuke reactie te laten. Het is precies aan het sneeuwstormen. Of een zandstorm. Dus ik denk dat het beste is om ons ergens niet te hoog te zetten. Dat we niet te hoog vallen. Maar ergens wel zitten met een muurtje tegen ons of zo. Ik denk dat dit beter is. Een zandstorm. Oké, we moeten opletten van vliegende objecten. Nou ja, ik geloof wel dat er vliegende objecten zullen zijn. Maar ik denk dat ik hier goed sta. Hier staat wel een stukje die los is. Dus ik weet niet of dat komt. Oh, 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 jongens. Ik weet toch niet of ik zo... Oh, ik weet niet of ik zo goed sta. Misschien moet ik dan beter naar buiten. Ik denk dat ik naar buiten moet gaan. Er zijn een aantal mensen al die buiten zijn. Dus ik ga gewoon half-half staan. En hoop dat hier niks aan beneden dondert op mijn hoofd. De mensen buiten, het ziet er naar uit dat ze nog oké zijn. Behalve deze middelste hier. Die lijkt wat moeilijker te hebben met een leven. Ik moet naar buiten. Het ziet er niet best uit. Ik denk dat ik het beste naar buiten kan gaan. En hopen. Want zie, dit is... Ja... Dat is instortingsgevaar, dat moeten we niet hebben. Wat zou jij doen als jouw middelbare school of jouw school ten onder gaat? Ik denk dat er heel veel mensen zijn van jullie die stiekem blij zijn en denken... Yes, extra lange vakantie. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel erg, erg. Is het heel erg, erg. Nou, tot nu toe gaat het goed, zoals je kunt zien. Met haar gaat het minder, met de rest gaat het goed. Het is dus vooral inderdaad met zoiets dat je beste buiten kan staan. En yes, we did it. We have done this. Yeah. Oh, Launchland. Rakettenland. We gaan kijken naar waar gaan we. Gaan we naar Unicorn World? I hope so, want dan ga ik naar de raket. Ik heb een gevoel dat ik gewoon hier naar boven moet gaan. En ik hoop dat het een goede keuze was. Naar mijn weten kun je ook altijd de raket ingaan. Maar ja, dan moet je ook maar geluk hebben dat er een juiste disaster is. Dat je er niet keihard vanaf dondert. Maar goed, we zijn hier. Ik ga toch maar het riskeren om heel naar boven te gaan. En te hopen... Oh, je kunt ook de raket in. Gaan we gewoon de raket in? Gewoon doen? Ja? Jongens, aan de kant. Ik hoop de raket in. Naar boven. Jongens. Jongens, ik raak in paniek. Oké, ik zit op een stoeltje. Flash float. Seek high en... Oh, stable ground. Als dit het laatste is dat we van Unicorn Soraya gaan zien, rip dan. Jongens, jullie zitten niet vast in de stoel, dus ik denk dat dat heel erg gevaarlijk gaat zijn. Ik kan ook letterlijk niet zien wat er gebeurt. Ik ben gewoon aan het chillen, zoals je ziet met mijn mattie. Nou, ik zit er ook best blij uit en niet echt beangstigend. Dus, nou ja, ik hoop dat het zo blijft. Ik weet echt niet of we in de lucht zijn. Ik zie iets van water. Ik zie van alles vliegen, maar ik weet nu niet waar we exact zijn. Dat is denk ik wel het engste van allemaal. Niet weten of je het goed hebt gekozen of niet. Oh, 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 ik denk het niet. Ik denk, dit voelt niet dat we naar boven gaan. Dit voelt dat we naar beneden gaan. Zolang we het overleven, zolang we het overleven... Oh, we gaan dit nooit overleven, hè. Oh, we hebben het last minute overleefd. Oh, jee. Lucky Morph. We zijn in een soort van supermarkt. Hebben jullie hier lekkere chips? Hot Cheetos? Ik heb geen idee, maar ik heb ergens zin in vandaag. Ik ben in een ongezonde bui en dat is niet altijd goed. We gaan denk ik de winkel in, weet je. Ik wacht gewoon hier, want als we naar moeten springen, kan ik hier eigenlijk heel makkelijk hangen. Ja, weet je, ik kan gewoon voor de zekerheid nu al maar hangen, weet je. Dat is altijd maar veiliger. En als ik ineens zie van, hey, oh, wat gebeurt? Oh, je kunt nog meer naar boven. Je kunt nog meer naar boven. Oh, ik weet niet of dit slim was. Help, als er nu ineens een vulkaan komt, of weet ik het veel, dan ben ik keihard af. Spam zoveel in de comments. Je gaat het overleven. Deadly vuur. Oh! Ik moet alleen blijven. Jongens, blijf uit mijn buurt. Gewoon uit mijn buurt blijven. Goed dat ik niet bij die mensen ben gebleven. Je moet de mensen... Je moet de meters houden. Ik mag echt niet te veel zeggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Wat zijn deze paarse dingen? Zijn... Oh, dat zijn virussen. Dat zijn mensen die ziek zijn. Willen jullie mij nu ziek krijgen? Laat mij gerust. Ik wil niet afgaan. Laat mij met rust. Oh, wat is het hier smerig. Ik heb het gevoel dat deze man zin heeft om mensen ziek te maken. Blijf uit mijn buurt, jongens. Ik wil niet ziek worden. Ik wil leven. Ik wil gezond zijn. Ik ga de boom op. Hoe ben jij boven geraakt? Hoe? Hij is hartstikke ziek, deze man. Nico is de ziektemaker hier.
En als één iemand ziek is, maakt hij de ander ook ziek. Oh, laat mij gerust. En ik heb het overleefd. Oh, ik heb het overleefd. En kijk, al die vieze bacteriën daar. Oh, ik heb daar toch geen zin in. Ik heb toch liever een gezond lichaampje. En ik blijf wel uit de buurt van de mensen. Nou, Sunny Ranch. Ik weet niet eens wat het is, maar het is hopelijk iets sunny. Oh, een boerderij. Weet je, ik heb een voorgevoel dat we naar boven moeten. Kan dat überhaupt hier? Ik heb geen idee. Het lijkt er toch naar uit dat, dat je hier naar boven... Ja, je kunt zeker naar boven. Je kunt zeker naar boven. Kijk eens aan. En voor de risqué ga ik... Oh, ik kan hier naar beneden. Oh. Ah. Ik zit natuurlijk niet in andere Roblox. In heel veel Roblox games kun je van heel hoog springen en gebeurt er niks. Maar ik zit in Natural Disaster en ik heb het niet overleefd. Arch Park! Ik ben benieuwd wat we daar gaan krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, we zijn binnengekomen. Ik ga direct zoeken naar iets waar we kunnen klimmen. Ik heb het gevoel dat deze boog wel iets is dat we ergens op kunnen klimmen. Kan dat? Ja, kijk eens aan. We zijn boven. Ik hoop nu dat er een vee komt, zoals we bij de vorige hadden met de paarse bol. Ik mag het woord niet zeggen. Want anders moet ik zo snel mogelijk naar beneden springen en dan ben ik af. Dus dan moet ik natuurlijk hier naar beneden glijden. Dus ik hoop dat het iets is van een tsunami. Dat is ook wel leuk. Ja, in de game is het wel leuk. Hi, dag Pieter. Pieter Jan, hoe gaat het met jou? Met je swaggy petje. Je kijkt me wel heel stoer aan, hè? Kijk dan, iedereen is hier. Deadly. Ja, ik zei het je nog. Ik zei het je nog. Oh. En. Ja, zei het je nog. Straks komt er nog een FV, bedoel ik. En het is daar ineens heel erg rustig. Jongens, laat me met rust. Ik wil jullie niet. Ja, besmetten wou ik zeggen. Nou, ik ben niet besmet. Blijf uit mijn buurt! Wil je me nu ziek krijgen? Ah, wat gemeen. Sommige mensen doen het expres, hè. Kijk, zij is daar ziek. En zij is precies gevallen. De zieke is weg. We zijn weer veilig. Hallo? Of is dat een... Oh. Oh, nee. Ik ben erin gaan stappen. En nu kan ik mensen ziek maken. Dat is niet handig, want weet je wat het probleem nu is? Ik ga nu zelf keihard af, maar ik ga mensen ziek maken. La 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 la. Ik ga je ziek maken. Ja, hij is ziek. Is hij ziek geworden? Nee, hij is nog niet ziek. Oh, dat is wel eigenlijk heel erg wat ik doe, hè. Maar het is Roblox, jongen. Meneer, kom hier. Ik moet iets vertellen. Kom hier. Kom hier. Ik wil niet. Ah, ja, weet je, hij gaat misschien toch wel af. Maar inderdaad, als je dus de ziekte pakt, kun je dus anderen af laten gaan. Maar je gaat natuurlijk zelf hartstikke af. Vond hartstikke leuk. Ik heb de vee gekregen in deze aflevering. Let altijd op, nog steeds op dit huidige moment. Je kunt nog steeds hartstikke ziek worden. Let op met de mensen. Let op jezelf. Ik vond het hartstikke leuk. Een natural disaster. Wil jij meer natural disaster zien? Laat dat weten in de comments. Ik vond deze aflevering hartstikke leuk. Het woord van vandaag is paars. Omdat we paarse bolletjes zagen. Ik mag het woord niet gebruiken, dus ik noem het paars. Paars is het woord van vandaag. Like, reageer, abonneer. En ik zie jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe video. Adios. Take care.